Oké, kijk eens aan. Goedenavond allemaal. Van harte welkom op bij Christ Channel. Van harte welkom. En laat je vanavond inspireren door het woord van God. Stel je voor dat morgen jouw man 2-3 keer per dag bij jou zou komen en zou vragen aan jou: Marga, hou je nog van mij? En hij doet het 3 keer per dag. Hoe zou je daarop reageren? Ja, wat denk je? Ik denk dat je zou vragen van: nou lieve schat, twijfel je eraan? Twijfel je eraan dat je werkelijk van mij houdt? Als ik je meeneem naar Johannes 21, vers 16. Je mag je Bijbel oppakken, openslaan. Het is het zwaard. En daar zegt Jezus, die zegt eigenlijk tegen Simon Petrus, ten tweede malen, wederom tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij waarlijk lief? En hij zeide tot hem: ja, Heer. En als je, stel je voor dat het gebeurt, hè? Ik kom bij Erna en ik zeg tegen Erna: Erna, heb je me waarlijk lief? En Erna zegt: ja. En de tweede keer kom ik bij haar en dan zeg ik: Erna, vrouw van Blauw Holsema, heb je mij werkelijk lief? Dan zal ze zeggen: ja, maar de derde keer zal ze eigenlijk een beetje: waarom nou? Waarom vraag je me dat nou elke keer? Heb je iets bijzonders dan voor mij? Dat weet je toch, dat ik je lief heb. En dat was eigenlijk ook het gevolg bij Simon Petrus. Want Jezus die zegt eigenlijk niet tegen hem, die zegt: nee, geen Petrus. Maar hij zegt: Simon Petrus, heb je me waarlijk lief? Weet je, toen Jezus Petrus riep, toen was het ook Simon Petrus. Maar Jezus, die wist, er is een nieuwe identiteit gekomen in Simon Petrus. En dat was Petrus. Want later toen zegt hij: op deze Petra, op deze Simon Petrus, zal ik mijn gemeente bouwen. Het gaat vandaag, gaat het om liefde. Nou, ik denk, als er een veel besproken onderwerp op deze wereld er is, dan denk ik wel dat het liefde is. Want je kan de hele wereld, kan je bezitten, een prachtige auto, een mooi huis, maar stel je voor dat je geen liefde in je leven hebt. Dan voel je je vaak een miserabel mens. Laten we eerlijk zijn. Dus het is zo belangrijk om die liefde, om die te kunnen krijgen. En ik wil jullie eigenlijk meenemen naar een liedje. En dat is van Reni en Elisa Krijsman. En deze die zingt daar eigenlijk over: Vader in de hemel, die zoveel om mij geeft, dat u uw genade, uw zoon gegeven heeft. Als dank voor uw liefde, uw eindeloze trouw, ondanks al mijn falen, dat ik zeg: ik hou van u. Kijk, je mag weten, bij God mag je een potje breken. Amen. God die zal blijven van je houden. Ondanks alles, ondanks... In een relatie, als een relatie goed is, dan zal er in een relatie ook een mogelijkheid zijn om eens een keer te falen. Als je een goede relatie hebt wel. Kijk, ik heb wel eens een keer dat ik een uitschieter maak naar Erna. En Erna maakt ook wel eens een keer een uitschieter naar mij. Maar dan blijf je van elkaar houden. Dan blijf je elkaar liefhebben. Dan ga je niet tegen elkaar zeggen: oh, omdat je de bruine boon hebt laten aanbranden, hou ik niet meer van jou. Toch? Of je hebt de aardappels laten aanbranden, ik hou niet meer van jou. Nee, dan is de vergeving. Dan zeg je: nou lieve schat, we gaan vandaag maar lekker naar de Chinees. En we denken maar niet meer aan die bruine bonen, we denken maar niet meer aan die aardappels, maar we gaan een nieuwe maaltijd eten. Amen. Dat is liefde. Gewoon herstel krijgen in je liefde.
Simon Petrus, hij had eigenlijk Jezus 3 keer verloochend. 3 keer was er iemand bij Simon Petrus geweest en die had tegen hem gezegd, ik ken jou. En Simon Petrus, nee hoor, nee. Maar weer iemand anders. En dan toch dat Jezus op dat moment de geweldige vertrouwen heeft in Simon Petrus om tegen Simon Petrus te zeggen, Simon, ik heb een taak voor jou. Simon, ik stop niet met jou, ondanks dat je mij verloochend hebt, ik heb een taak voor jou. Zo hebben wij dat ook in deze wereld. We hebben een taak die God jou heeft gegeven. Een taak om zijn evangelie te brengen. Een taak om liefde te hebben. En om lief te hebben. Een taak om te zegenen. Amen. Maar passie is zo belangrijk, hè? Passie in je leven. Dat is een spreekwoord. En die zegt eigenlijk, waar het hart vol van is, komt de mond erop, daar stroomt de mond van over. Dus, en waar is je hart vol van? Is hij vol van van je bedrijf? Is hij vol van allerlei andere dingen? Ik denk, in deze leven hebben we het heel erg druk, hè? En dus door drukte gaat heel veel passie verloren. Maar stel je voor dat ik jou vandaag zou vragen, wat zal jij het liefste in je leven gaan doen? Wat wil je nog doen in je leven? Stel die vraag eens bij jezelf, denk er eens over na. Wat zal je het liefste in je leven nog gaan doen? Wat is jouw passie vandaag om iets te gaan doen in je leven? Zo belangrijk. Want eigenlijk zijn we mensen, wij worden eigenlijk geleid door passie. Want stel je voor dat je geen doel meer in je leven hebt. Dan ben jij eigenlijk een schip zonder anker. En een schip zonder anker, die vaart te pletten. Kijk Henk, je hebt een doel in je leven. He, een doel straks om te gaan trouwen. Dat is een doel, dat is een soort passie waarin jij hebt, dat je zegt, van ik wil met mijn liefde, wil ik verder door het leven gaan. Dat is toch passie. Maar soms dan verliezen wij heel vaak onze passie in ons leven. Weet je, kan komen door zonde. Het kan komen dat ik het te druk heb. Het kan komen dat ik mijn missie of mijn visie ben verloren. Dat kan allemaal. Maar dan kan ik vandaag nog tegen jou zeggen, er is een mogelijkheid om opnieuw passie in je leven te gaan krijgen. Er is een mogelijkheid om je leven vandaag drastisch te gaan veranderen. Amen. Wat wil jij in je leven? Heb je werkelijk Jezus lief? Hou je werkelijk van hem? Heb je een mond vol? Er is een liedje, dit is een liedje. En die zong ik vroeger wel eens. En ik denk dat Hink hem ook wel eens heeft gezongen. En Deborah denk ik wel eens. En dat is Oude Liefde Roest Niet. Dat ken je hem. Maar verdwijnt. He, het gaat zomaar weg. Het is ook zo, hè. Kijk, als ik jou zou gaan vragen, Marga, herinner jij je eerste vriendje? Ik denk het wel, hè. Annie, herinner jij je eerste vriend in je leven? Ja. Ja. Dat deed je wat, hè. Je liep eigenlijk op een roze wolk op dat moment, hè, als tiener. Oh, je was zo verliefd. Je wou uiteindelijk aan al je vriendinnen wel vertellen dat hij heel speciaal was. Want hij deed dat bij jou en hij deed dat bij jou. En als er iemand bij je zou komen en die zou vragen aan jou, van wil je dit vriendje met mij delen? Nou, ik denk dat je dan een klap voor je neus kreeg. Ja, hè, maar dat is dus echt liefde hebben, hè? Echt passie te hebben. Als je kijkt ook tegenwoordig, hè, dan zijn veel mensen die zijn op zoek, hè? Maar waar ben je naar op zoek? Naar die oude liefde? Die is misschien vergaan. Hè, als je zal gaan op straat, hè, en ik neem een camera mee en ik zal mensen gaan vragen van herken jij, weet je nog, je oude liefde? Jouw eerste vriendje? Hoe blij was je? Oh,
He, dan zal er heel wat in je op gaan komen. Hè? Dan zal die als een supermodel zal die weer omschreven worden. Hij was de perfectste man van de hele wereld. Ja, begrijp je wat ik bedoel? Misschien heb je dan op dat moment daar eigenlijk zelfs heimwee. Heimwee, he, er zijn zelfs 20% van de Britse mannen die eigenlijk nog wel eens heimwee hebben naar, om hun oude liefde weer te zien. Hun eerste liefde. En die gaan er naar op zoek zelfs. Nou, ik hoop dat wij dat ook in ons dagelijks leven hebben. Dat we gaan zeggen van ja, wat is eigenlijk het probleem in ons leven? Wat maak je eigenlijk mee? Waar ga je eigenlijk doorheen? Zijn we geneigd om nog door die roze bril te kijken naar deze wereld? En naar Jezus? Of zijn we geneigd om ook deze eerste liefde, dat we die hebben losgelaten? Er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, de eerste liefde naar God toe is eigenlijk een beetje mij ontglipt. Jij hebt het losgelaten. Jij hebt de passie naar God misschien wel in je hart niet meer. Maar God die heeft nog wel passie naar jou toe. Hij houdt nog wel van jou en nog veel meer als misschien in het begin. We moeten terug om die passie van God weer in ons leven te gaan krijgen. Want we hebben dus nu, zijn we 20 lessen zijn we verder gegaan, hè? In opwekking in vuur en vlam van Jezus. Dat is geweldig. Er zijn heel veel kerken die vandaag aan de dag verlangen naar opwekking. Maar opwekking begint met passie. Opwekking begint opnieuw te gaan naar God. En dat is niet naar de kerk, dat is niet naar de denominatie, maar dat is naar Jezus om jou daar je leven toe te wijden aan Hem. En te zeggen, ja Vader God, u bent mijn papa. Maar ik ben u vergeten in mijn leven. Ik heb u losgelaten. He, misschien door allemaal emotionele druk heen, wat ik meegemaakt heb in mijn leven. Dan kun je nog weer opnieuw teruggaan naar Jezus. Nog een keer te zeggen van ja Vader, ik wil eigenlijk passie in mijn leven. En stel je voor hè, dat je passie krijgt in je leven. Je wordt weer zo enthousiast over Jezus. He, ik had het 15 jaar geleden. He, ik had een opwekking, ik was zo enthousiast over Jezus. Als iemand zei frikadel, dan zei ik Jezus. Als iemand zei mayonaise, zei ik Jezus. Als iemand zei Vader God, dan zei ik Jezus. Als iemand zei Ferrari, zei ik Jezus. Maar er gebeurden wonderen. Er gebeurde iets in mijn omgeving. Er gebeurde dat mensen radicaal hun leven gaven aan Jezus. Het gebeurde dat mensen radicaal werden genezen. Want passie, als je passie hebt voor iets, dan gaat het eruit stromen. Dat zegt de Bijbel ook, hè? Stromen van levend water zullen uit je vloeien. En dat is zo belangrijk om die stroom in volle gang te houden. Dus opnieuw terug te gaan naar die passie om Jezus lief te hebben, is zo belangrijk. Want we zijn vaak lauw geworden. Heel vaak. We zijn eigenlijk, we gaan wel naar de kerk toe. We houden wel van de Heer Jezus. Maar we zijn eigenlijk een beetje, een beetje lauw, niet heet, niet warm, niet koud, maar tussenin. Maar dat werkt niet. Dat gaat niet werken. Je gaat ervoor of je gaat er niet voor. Je zou ook niet een halve Ferrari toch willen hebben, of wel? Daar heb je niks aan. Nee, dan moet je een hele volle Ferrari hebben. Met motor en alles erbij in. Nee, met gaspedaal en met stuur. Want stel je voor, wat heb je aan een Ferrari zonder motor? Je hebt er niks aan. Ja, dat is mooi. Ja, nou ja, dat gaat wel. Mevrouw lief, ga jij mijn auto drukken? Dan ga ik er wel in. Ja, je komt geen steek vooruit, want na kilometer 6 ook ik ben moe. Het werkt niet. Zo is het ook vaak in ons leven. We hebben zoveel dingen proberen we eigenlijk te doen, maar het werkt vaak niet. We moeten gewoon teruggaan om te zeggen van Vader, kom eigenlijk opnieuw in mijn leven. Vul mij opnieuw met passie. Want als jij met passie gevuld gaat worden, Simon Petrus,
op dat moment, toen Jezus bij hem kwam en dat hij eigenlijk 3 keer had gevraagd, van heb je me werkelijk lief, toen huilde Simon Petrus. Toen huilde hij. En toen zegt Simon Petrus, die zegt tegen Jezus, een heel opmerkelijk iets. Hij zegt niet, Jezus, ja, je weet het toch, ik weet dat je van je houdt. Hij kijkt Jezus aan en hij zegt, Heer, u weet alles. U weet alles van mij. Want hij weet dat Jezus hem doorziet. We kunnen mooi zijn voor de buitenkant, mooi zijn voor mensen. Maar God die doorziet mij toch wel. Hij weet wat er in mij leeft. En als het passie is, dan weet hij ook. Of is het alleen maar een religie? Wat straal jij vandaag uit? De definitie van liefde. Doe wat goed is voor een ander. Mede. Maar een keuze te maken om vanavond iets anders te doen. Een keuze om opnieuw de liefdesbrieven van God te gaan lezen. Het is een liefdesbrief. Ik weet zeker dat als je vroeger een briefje kreeg van je geliefde. Ilse, ik denk dat Ben jou ook wel eens een briefje schreef. Hè? Heel lang. Hele lange brieven. Ja. Ging je die brief op de kast leggen? Als je binnenkreeg in huis? Of dat je denkt van nou, ik ga het vanavond wel lezen? Nee, direct lees ik en dan laat ik het zo open. Direct? Ja. Gelijk lezen? Ja, deed jij dat ook? Ik wel, als ik een liefdesbrief kreeg. Ja. Jongen, ik stond bij de voordeur en ik klopte hem open en ik ging kijken wat zij daarmee geschreven had. En daar werd ik daar warm van, want er waren mooie woorden. Ja, zo is die Bijbel ook. Het is één grote liefdesbrief van God voor jou. Eén liefdesbrief die vertelt hoe geweldig en hoe geweldig jij bent. Eén liefdesbrief die jou vertelt van hoe je het beste met je liefde om kan gaan. Eén liefdesbrief die jou laat zien van ik ben nog altijd er voor jou. Vertrouw maar op mij. Stel je voor dat je geliefde dat zegt tegen jou. Vertrouw maar op mij. Wauw. Dan zeg je, ik kan de hele wereld aan. Want mijn geliefde, die staat vierkant achter mij. Mijn geliefde zal mij nooit in de steek laten. Mijn geliefde die komt voor mij op wanneer ik in het nauw kom. Mijn geliefde die zorgt ervoor als ik ziek ben, dat ik ook weer beter word. En dat is God. Hij is jouw liefde. Hij is jouw lover of jouw zoon. Hij houdt van jou. Hij heeft jou gemaakt. Hij heeft jou lief. Hij heeft een plan met jouw leven. En dan mag je ook vandaag tegen je buurman en je buurvrouw zeggen, weet je, jouw geliefde heeft een plan met jouw leven. Zeg dat eens. Jouw geliefde heeft een plan met jouw leven. Amen. Want Jezus is jouw geliefde. En hij heeft een plan met jouw leven. Een heel andere plan als dat je misschien zelf ooit voor ogen hebt gehouden. Maar hij heeft een plan. En niet alleen hier een plan, hier op deze aarde. Ook een beetje. Het is en-en. Een plan hier op aarde om van je familie te houden. Een plan hier op aarde om een goede rentmeester te zijn. Een plan hier op aarde om de zieken te genezen in Jezus' naam. Een plan hier op aarde om het evangelie te verkondigen. Een plan hier op aarde om voor zieken en wezen te gaan zorgen. Een plan om de koninkrijk van God zichtbaar te maken. Want daar heeft God jou voor geroepen. Jij bent verantwoordelijk voor deze wereld. God is het niet. Hij heeft alles op deze aarde gegeven. Hij heeft brood en hij heeft water gegeven. Het is alleen aan jou, wat doe jij ermee? Hoe ga jij ermee om? Kijk, wij gaan er vaak mee om van nou, krijg ik iets van jou? Dan krijg je wel eens een keer weer wat terug van mij. Ja, zo werkt het vaak, hè? Voort wat, hoort wat. Maar gewoon te geven zonder iets terug te verwachten. Wauw. Is heel iets anders. Gewoon iets te geven zonder iets terug te verwachten. Ik denk dat sommige mensen zijn daar een geweldig voorbeeld van.
En we hebben veel mensen gezien die gaven gewoon uit liefde voor God. Gewoon uit liefde voor God. Gewoon echt ongelooflijk liefde hebben. En 15 jaar geleden, toen ik zoveel liefde had voor de Heer. En nog natuurlijk. Maar dan op dat moment, er gingen wonderen gebeuren er. Ik liep op straat en ik mocht met mensen bidden. Ik sprak met mensen over Jezus. En er gebeurde iets om mij heen. Want weet je, God die zegt in zijn woord, als je mij eert, dan eer ik ook jou. Dan eer ik jou. Het is een wisselwerking, het is in-en. En God die wil graag dingen door jou heen doen. Stel je voor, Deborah, je gaat voor iemand bidden en die geneest. Wauw, dat heb je meegemaakt. Marga, je gaat voor iemand proclameren en uitspreken. En er gebeuren dingen in die mensen in hun leven. Wauw, dan ga je zeggen, mijn God leeft. Mijn God is een reële God die het beste in jou voor heeft. Ja, hij wil het beste in jou naar boven halen. Altijd weer. Hij wil het beste in jou wil hij naar boven halen. Hij wil niet dat je daar blijft. Maar hij wil dat je leven verandert. Dat je niet hetzelfde blijft. Want God heeft een plan en een bedoeling ook met jouw leven. Je hebt veel meegemaakt, zegt God. Je bent door diepe dalen heen geweest. Mensen, je hebben veel over jou geroddeld. Je bent aan de kant gezet. Daardoor ben je op een gegeven moment in de poel terechtgekomen van het kan mij helemaal niks meer schelen. Het kan mij niks meer schelen, maar bij God is alles mogelijk. Bij God heeft een doel en een plan met jouw leven. En ook als er problemen zijn in de familie, ook in je familieband, dan mag je ook weten dat God gaat voorzien, ook in jouw nood. We moeten niet gaan janken. Janken helpt niks. Maar we moeten gaan handelen. Ga handelen en wandelen vanuit geloof. Wat houdt dat in? Handelen en wandelen vanuit geloof. We kunnen op een gegeven moment denken van nou, mijn relatie is eigenlijk helemaal ten einde. Het zal niet meer werken. Dat kan. Je kan zo'n moment hebben in je leven. Dat je denkt, nou, mijn schatje die gaat ook bij me weg. Het is toch over en uit. Dan heb jij nog de mogelijkheid in jouw hand om dingen te gaan veranderen. Jij kan dingen veranderen. En er staat dan op het internet een love dare van 40 dagen. Dan ga je 40 dagen ga je iets speciaals doen voor jouw geliefde. En dan moet je eens gaan kijken wat er gaat gebeuren. Ja, dan gaan de dingen gaan veranderen in je leven. God ook, hij ging een bepaalde weg voor jou om dingen in jouw leven te veranderen. Dat was ook zijn liefdesweg voor jou, om de liefdesweg om naar de kruis te gaan. Om daar te zeggen, ik ga daar voor jou hangen. Jij kan het niet betalen. Jij kon die prijs niet betalen, maar Jezus wel. En hij zegt, omdat ik zoveel van jou hou. Omdat ik zo'n geweldige doel met jouw leven heb. Wil ik het voor jou gaan doen. Kijk, wij moeten soms een bepaalde stap gaan doen. En als jij één stap doet, dan doet God twee stappen. Want God zal nooit willen stoppen met jou. Hij ziet het altijd met jou zitten. Een ander kan tegen jou zeggen, je bent dat. Dan zeg je, weet je, ik ben nu een kind van God geworden. En ik heb hier een zwaard. En als je niet uitkijkt, dan pak ik die zwaard. Dan sla ik hem open. En dan vertel ik aan jou wat God voor mij heeft. Dan zal ik jou laten vertellen dat God een goede God voor mij is. Dat hij een hoopvolle toekomst heeft. Dus ik lees het net. Wauw. Hey. En hij maakt iets in mijn leven. Dat is God. Dan ga je hem niet gebruiken als een zwaard om iemand mee om de oren te slaan. Want dat gebeurde vroeger altijd veel. Hè? Maar dan ga je dus de Bijbel ga je gebruiken als het woord van de Heer wat tot jou komt. En dan zegt dan spreekt God tot jou en hij zegt, hey mensenkind, heb ik iets niet voor jou gedaan? Dan zeg je, ja vader, ik weet het. U heeft zoveel voor mij gedaan. En je hoeft helemaal niets te doen voor God. Helemaal niet. Hij houdt gewoon zo van jou.
zodat je bent. Alleen, weet je wat het mooiste is? Hij laat je niet zo. Want hij wil altijd een tikkeltje extra voor jou maken. God die wil iets extra's in jouw leven maken. Iets wat misschien nog vandaag niet is geactiveerd, wil hij gaan activeren in jou. Net als op een gegeven moment David. Hij was op het veld. Hij was een schaapsherder. Er was nog niets in zijn leven geactiveerd. En Jozef, die eigenlijk in de put gegooid wordt. Er is nog niks geactiveerd in hem. En misschien jij vandaag. Misschien heb je het idee, er is nog niks geactiveerd. Ik kan jou vertellen, God heeft alles al voor jou reeds geactiveerd. Alleen wij moeten het oppakken. Jozef, hij moest zien dat hij uit de put kwam. David, hij moest van het veld weg en hij moest de strijden trekken. Maar door de strijd heen werd hij een overwinnaar. Doordat Jozef in de put zat, werd hij een overwinnaar. En zo heeft God ook een overwinning voor jouw leven. Amen. Prijs koning Jezus. Oké, Vader God, ik dank u wel voor wie u bent. Heer, ik dank u wel, Heer, dat u Heer als overwinnaar van ons hebt gemaakt. Heer, en ik dank u wel, Heer, dat wij kinderen Gods mogen worden. Kinderen die u lief hebben. En misschien is hier wel vanavond één of twee mensen die zeggen, ja, ik ben die liefde eigenlijk naar God toe, ben ik eigenlijk een beetje kwijt. Of ik heb nog nooit die keuze gemaakt voor Jezus. Dan wil ik je nu vragen, ondanks dat je allemaal je ogen dicht houdt, wil je dan gauw je hand omhoog steken. Misschien wil je een keuze maken.